بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بلدت سبروك وفر عرفه، وفر عرفات كان الطيب سخا عرفه عرفات قديك كان فرخيت ومتساخا وفر عرفات قديك مين جا ساخا ايش لكن عرفات لدى البروفيت صلى الله عليه وسلم هبت خزيخت بسطة قديك كان خزيخت وبدخ من عرفة عند البروفيت فور ماي إس لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. That betekent dat zo'n dua zeer aanbevolen is op de dag van Arafat. Goed, na Arafat, vooral bij zonsondergaan, als de zon ondergaat, de Maghrib, dan pas mogen de mensen vertrekken uit Arafat. Voor zonsondergaan mag niemand vertrekken en de bussen rijden ook niet. En als ze vertrokken zijn, komen ze naar Muzdalifa. Muzdalifa is eigenlijk een uitgestrekt gebied ook. Er zijn geen tenten hier. Er zijn eigenlijk geen mensen, geen tenten. Dat zijn gewoon gebieden waar steentjes zijn enzovoort. Waar mensen wel gaan slapen. En de profeet sallallahu alaihi wasallam kwam. En het is aanbevolen als je aankomt in Muzdalifa, dat je de Maghrib en de Isa samenvoegt. Of in de tijd van de Maghrib, of in de tijd van de Isha. Dat maakt niet uit. Als je komt, bied je de Maghrib en de Isha, en dan moet je eigenlijk uitrusten. Gaan slapen. Maakt niet uit hoe je slaapt, op de grond, hoe. Dat is niet belangrijk, maar je moet wel gaan slapen. Omdat je de volgende dag aan het werk. Dus ons profeet kwam naar Muzdalifa. Hij sliep gewoon gelijk. Hij heeft het gebed van de Maghrib gedaan, de Isha gedaan, en hij sliep vervolgens. Wat gebeurt er? De bedoeling is dat op de volgende dag, vroeg in de ochtend, dat al-Fajr wordt gebeden in Muzdalifa en dat er veel dua wordt gedaan. Allah zei, wadkurullah inda al-mash'ar al-haram. Al-mash'ar al-haram, zo'n plek eigenlijk hebben ze nu een moskee gedaan. Er was geen moskee hier in de tijd van de profeet Hashem. En dat is wat nu al-mash'ar al-haram is. Maar eigenlijk kan het overal in Muzdalifa. Dat je even staat. De profeet stond met de moslims en ging heel veel dua doen. Voordat de zon op was. En op het moment dat voor de zon opgaat, is de profeet vertrokken uit Muzdalifa richting Mina. Dus wat leren, wat willen wij leren? Van kijk, als je in Muzdalifa komt, dan ga je al-Maghrib al-Isha bieden. Na de Maghrib al-Isha is het ongewenst dat je gaat praten of kletsen of je moet uitrusten. Dat is wat de profeet deed. En in de ochtend sta je op richting Fajr en dan moet je dua doen. Voor zonsopgang ging de profeet vertrekken uit Muzdalifa richting Mina. Dus dat is eigenlijk een beetje wat Muzdalifa is. Muzdalifa is een soort plek waar de profeet ging stoppen, slapen, dua doen en vertrekken. Het is niet zo'n comfortabele plek waar je kan uitrusten of bed of tent of matrassen of tapijt. Dat allemaal is er niet. En subhanallah is ook bijzonder dat je met al-ihram dan op de grond gaat slapen. En je kijkt naar de lucht, open lucht. En je slaapt daar met je ihram. Meestal worden de mensen vies na een paar dagen met al-ihram. Maar subhanallah, die nederigheid. In de aanbieding is wel nodig dat je dan afstand neemt van alle zaken van het wereldse en dat je richt tot de aanbieding van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is eigenlijk in het kort over Muzdalifa. Mag Allah subhanahu wa ta'ala deze woorden zegenen en ons daarvan laten leren.